Nu begin ik met het onderhuis, dus het bovenhuis ga ik even hiden. De front maak ik weer zichtbaar en dan begin ik een nieuwe schets op het frontplein. En dan neem ik de deellijn neem ik over met Convert Entity en die verleng ik gelijk een beetje. Daar maak ik een offset van 3/10 naar binnen, want ik ga een deelnaad maken van 3/10 millimeter. En dan ga ik een tweede offset aangeven van 1/18 millimeter naar beneden. En dat is de deelnaad bij de knoppen, want de knoppen moeten natuurlijk wel een stukje naar beneden kunnen bewegen. Even kijken, en die twee lijnen, daar maak ik constructielijnen van, want ik gebruik alleen de middelste lijn die op 3/10 afstand staat. Dus een gap van 3/10 tot de bovenbehuizing. Als ik dan in de eerste projected curve ga kijken van het bovenhuis, daar had ik die contour in gezet. En die ga ik samen met die schets die ik nu gemaakt heb weer tot een nieuwe projected curve maken. En daar wil ik weer een extruded surface voor hebben. Dus dat moet weer via diezelfde tussenstap van een 3D-schets. En dan neem ik die hele schets over. En die curve die kan ik weer hiden. Extruded surface haaks op het topplane. Iets van 10 mm hoog. Hoogte komt niet zo precies. Want dit surface dat ga ik ook weer gebruiken als een hulpsurface om de loft die ik aan de onderkant ga construeren, daar tangent op te laten aansluiten. Dus die krijgt wel weer een draft. Hij staat nu naar binnen toe, maar hij moet naar buiten toe. Nou, dan staat het hulpsurface, dat staat er. Ga ik een schets op het topplane maken waarin ik het bodemvlak met Convert Entity overhaal. Ja, nou ga ik hier een loft tussen creëren, maar daar heb ik wel nog wat guidelines voor nodig. De eerste die ga ik tekenen op het frontplein. En dat wordt een spline. Ik heb een pierce relatie met het surface wat ik net getekend heb. Ook met die schets aan de onderkant. Dan wil ik dat die spline die moet raken aan dit vlak. Dus dan ga ik even een constructielijn tekenen en die geef ik aan de bovenkant ook een pierce relatie. Dus daarmee is die constructielijn die ligt mooi op het vlak en die kan ik vervolgens tangent maken met die spline. Even kijken en dan moet er straks ook een guide komen aan de achterkant. Dus ook daar teken ik een spline die ik een pierce relatie geef met het bodemcontour en met de contour van dat bovensurface.
hetzelfde verhaal. Ook weer een constructielijn die ik een Pierce relatie geef en dan tangent met de spline. Alleen deze spline die verander ik in een constructielijn. Want ik kan maar één guide gebruiken per schets. Nou, de tweede guide die moet hier ergens in het midden komen. Ik had een plane mid aangemaakt. Dus daar begin ik een schets op. En dan teken ik weer een spline. Die krijgt weer een pierce relatie met de ondercontour. En met die bovencontour. Hetzelfde verhaal met de constructielijn. Dan moet ik wel de bovencontour selecteren. En die twee die worden weer. Die twee die moeten weer tangent worden. Als ik dan even haaks op die schets kijk, dan teken ik ook meteen even een symmetrie as en dan spiegel ik hem naar links toe, maar dat wordt ook weer een constructielijn. Dan begin ik een nieuwe schets op het frontplane en neem ik die achterste constructielijn over. En een nieuwe schets op het midplane en dan neem ik die linker constructielijn over. En dan heb ik al mijn schetsen die ik nodig heb om een mooie loft surface te maken. Loft surface, dan kies ik de bovencontour, de ondercontour. Dan moeten die punten weer mooi tegenover elkaar liggen. En dan zijn er nog een aantal guide curves nodig. En dat worden, even kijken. Dat is de verkeerde. Dus die gooi ik eruit. Want die hoort bij de profiles. En dan begin ik vanaf schets 40. Tot en met 43 en dat worden de guide curves. En dan is daar al een mooie surface loft te zien. Maar ik wil ook nog als start constraint dat die tangent met dat guide vlak wordt. Dat hij dus over de hele contour een mooie aansluiting krijgt met die lossing van 3 graden. En dan kan ik die surface extrude hiden. Nou, dan staat er een heel mooie surface loft van de onderbuizing. Eens even kijken. Dan begin ik een nieuwe schets op het frontplane en dan haal ik die deellijn van het onderhuis, die haal ik over met Convert Entity. Dan maak ik een extruded surface van, midplane, en dan breder dan de muis, dus 80 mm. Kan ik vervolgens trimmen. Even kijken, dan kies ik standaard. Dus de zijkant kies ik als trim tool en dan haal ik de buitenkant van dat bovensurface af. Oké. Als ik die ondercontour selecteer, kan ik daar een
planar surface inleggen. En dan kies ik die drie surfaces die ik nou net gemaakt heb en die knit ik aan elkaar tot een solid. En dan kan ik vervolgens met feature shell er een wanddikte van 2 mm aan hangen. En dan heb ik een bakje van het onderhuis gemaakt. En dan had ik een surface offset gemaakt. Een surface offset die ik speciaal had aangemaakt om die lip groove eruit te snijden. Die heb ik toen geen naam gegeven. En dat is op zich niet handig. Normaal van die surfaces die je later nog een keer wilt gebruiken, dan is het toch handig om daar een goede naam aan te geven. Kijk, dit was bijvoorbeeld het surface offset van het scrollwiel. Als ik dat surface selecteer en dan kan ik bij surfaces kiezen voor cut with surface, dan kies ik zelf het onderhuis en dan snijdt hij in dit geval de verkeerde kant ervan af. Nu niet. En als ik het surface dan weer hide, dan is goed te zien dat hij de vorm van de lip groove erin heeft gesneden. Dus daarmee is het onderhuis voor een groot deel ook al klaar. En dan wil ik alleen nog een hap ter hoogte van de buttons eruit snijden. Even kijken hoe dat precies zit. Ja, dan ga ik toch eerst de referentieschets van het topaanzicht even editen. Ik wil namelijk dat die hap die ik uit het onderhuis ga snijden, dat die hier aan de linkerkant eruit gesneden wordt, maar die moet precies lopen tot het punt waar het achterhuis begint. En om dat punt goed te kunnen aangeven zometeen, teken ik een extra constructielijn naar de symmetrieas toe. Nou, je moet hier een tijdje over denken, omdat ik helemaal nu aan het begin van de tree zit te werken. En dan begin ik een nieuwe schets in het frontplein. Dan ga ik even inzoomen. En nu neem ik die onderste constructielijn over. Die op 18e van, of op, eigenlijk op 15e van de deelnaad van het onderhuis af ligt. Neem ik over met Convert Entity. En dan ga ik een verticale lijn tekenen. En ik ben dus nu op het middenvlak aan het tekenen. En die constructielijn die ik net getekend heb in de referentieschets van het top aanzicht, die begint precies bij de achterkant van de button. Dus dat punt moet coincident worden met die lijn.
Nou, verder moet ik even kijken. Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Als het goed is, moet ik met deze lijn, moet ik die vorm al kunnen afsnijden. Dus dat ga ik eens even proberen. Cut extrude, through all, through all. Nou, ben ik benieuwd. Ja, dan snijdt hij de goede kant eraf. Die schets die kan ik weer even hiden. En de ref top ook. En dan is het onderhuis eigenlijk ook zo goed als klaar. En dan wil ik alleen nog een paar kleine fillets erop zetten. Even kijken, dit is een half hoog. Dus als ik daar 0,2 mm op moet zetten, dan zou dat moeten kunnen. Normaal zoom ik in met shortcuts, maar als ik die nu gebruik, dan vult hij hier die letters van die shortcuts in. Dus dat werkt nu niet. Dus ik moet mijn scrollwiel gebruiken. Nou, deze randen die moet hij ook een fillet geven. Dan zet ik de revolvende fillet weer en het bovenhuis weer aan. En dan is de muis helemaal klaar. Perspectief bekijken. Dan maak een nieuwe named view aan, 3D2. Nou, die features die ik als laatste gemaakt heb, die kunnen ook in een mapje. En dan is de muis klaar. Het model van de muis is klaar. Dan ga ik nog even wat appearances toekennen. Het scrollwiel wordt van rubber, soft touch. Nou, ik kies gewoon even een willekeurige kleur. En dan geef ik er zelf een kleur aan. Je kunt natuurlijk elke willekeurige kleur kiezen. Ik maak hem een beetje rood. Het bovenhuis ga ik dan een witte kleur geven. Even kijken. Ook weer op body niveau. En dat wordt een medium gloss plastic. Beetje warm wit. De onderbehuizing die maak ik mat, dus low gloss plastic. Beetje donkerder dan het bovenhuis.
had al een 3D-view opgeslagen. Maar voor het renderen is het mooier om te werken met camera views. Maar dan zet ik hem eerst op die 3D-view, omdat het al een goede eerste richting geeft. Add camera. Dus dan pakt hij hier in de view, pakt hij al ongeveer de 3D view die ik net had. Dan kies ik hier voor numeric controls. Dat geeft me wat meer controle over de instellingen. De camera rotation zet ik op 0 graden. Beeldhoek maak ik iets groter. Voor de aspect ratio kies ik HDTV. En dan mag de beeldhoek weer iets groter, kleiner bedoel ik. Ja, dat is ongeveer wel goed. Mag die iets lager in beeld komen. En hij mag een iets kleinere hoek krijgen. Ik denk 6,9 of zo. Even kijken. Nee. 6,6. Ja, beter. Iets meer van bovenaf bekijken. Nou, dat is ongeveer wel goed. Dus als ik hem op de camera view zet, dan ga ik even kijken wat de renderinstellingen zijn. Hij staat nu op een rendergrootte van 1800 bij 1000 pixels, dat is best veel. De beeldverhouding die houdt hij nu gelijk. Dus als ik de bovenste bijvoorbeeld verander naar 1000 pixels, dan verandert de hoogte ook mee terug. Nou, ik kies even voor JPEG en dan staat hij op renderkwaliteit good en best. Dus daar maak ik even beide goed van. Dan ga ik eerst even kijken hoe de preview eruit komt. Nou, die preview ziet er best goed uit. Dus dan ga ik toch die opties weer eens even bijstellen. Grootte van 1200. Ja, die renderkwaliteit lijkt even op goed staan. Zodat hij het even snel genoeg doet. En dan mag hij een final render maken. Voor een eerste testje is dit goed genoeg. Geeft in ieder geval een beeld van het eindproduct.